Op dinsdag 9 juni is de schaapskudde van landschapsbeheer Rinnegom voor het eerst ingezet rondom de vijver van de Laan van Frans in Heilo. Nou ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij dat dit nu gerealiseerd is. In september hadden we een borrel met alle buren en toen was eigenlijk de gedachte van zouden we niet iets meer bloemen hier rond de vijver kunnen krijgen. En daarop heb ik contact opgenomen met de gemeente, met Richard zijn we in conclave gegaan. En het was heel bijzonder, want we stonden daar op de hoek en Richard die zei, toen ik het vertelde over de diversiteit aan bloemen, toen zei hij, wat dacht je van schapen? Nou, ik was natuurlijk zeer verrast. Een week later zaten we met een buurvrouw en zat Marijke erbij. En kwam het plan eigenlijk tot leven en toen werd het in werking gesteld. Nou, Marijke kan je echt alles vertellen over schapen en met name die lammeren in het voorjaar. Nou, ik zal later een hele lezing doen over schapen. Nee, voor ons is het heel leuk om niet alleen voor biodiversiteit te mogen worden ingezet, maar ook op jullie initiatief. En dat er ook weer oog is voor belevingswaarde. Dus dat jullie het heel gezellig vinden in de buurt, want we mogen ook helemaal een week blijven we hier. En dat vinden we echt heel erg leuk dat we aan allebei die vragen gewoon tegemoet kunnen komen. Ja, dus ook dank je wel. Ja, voor de gemeente is het hartstikke leuk eigenlijk. We dienen twee doelen. Het eerste is dat we het ook belangrijk vinden dat we luisteren naar onze inwoners. Nou, dit is nou een mooi voorbeeld van een inwonersinitiatief. Dus daar geven we graag gehoor aan. En het andere is ecologisch beheer. Er is veel over te doen. Niet iedereen heeft daar begrip voor. Dat wordt dan uitgelegd als een ordinaire bezuiniging. We maaien niet, want er is geen geld meer. Terwijl we echt al een plan hebben, die biodiversiteit die we proberen op deze manier te dienen. En dan is het ook mooi dat je het op die manier ook weer kan maaien. Dus ik denk dat we als gemeente blij zijn met het initiatief. Blij ook met de uitvoering. De schapen zien er hongerig genoeg uit om vertrouwen in te hebben dat het gaat lukken. En wellicht is dat ook iets voor andere inwoners, dat ze zien dat het ook op deze manier kan, dat het navolging krijgt. We hebben al ooit in de Negge, heb ik dat volgens mij toen met jou gedaan, maar ik denk dat we hier ook weer een mooi voorbeeld hebben in de wijk, tussen de inwoners. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Dus mooie dag, mooi begin van hopelijk iets moois.